Voor de dropshot. Ik gebruik een grote haak. Om te laten zien wat de bedoeling is. Normaal gesproken vis je het ook veel kleiner met als je ultralight of micro gaat vissen. Zorg dat de punt van de haak de kant op zit waar je wil. Maak dan lus. Zoals je ziet, schuif je haak naar de plek zodat die boven is bij de twee lijnen komen. En daarna ga je gewoon draaiend. En daarna maak je je lijn gewoon nat. En dan trek je eigenlijk het hele gebeuren naar elkaar toe. En dan zie je, dan staat hij mooi haaks op je lijn. Eigenlijk, als je het zo ziet, haaks, mooi op de lijn. Zorg dan bijvoorbeeld 20 centimeter ongeveer, misschien zelfs nog minder, voor je loodje. Deze andere kant, zorg je gewoon dat de haakpunt altijd naar boven wijst. En als je hem dan naar boven laat wijzen, dan heb je ook de inhaak. Ik gebruik dus echt wat ik zeg, een grote haak. Als ik mijn kleinere haakjes pak, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan kan je het al bijna niet eens meer zien als ik hem op camera probeer te doen. Daarom laat ik deze zien. Je ziet ook heel netjes hoe de knoop loopt. Je ziet echt netjes in het midden. En normaal gesproken, met dunne lijnen zie je dat niet. Ik gebruik zelf 1400ste voor mijn hele lichte lijn. Hengel, 2,5 gram. Op het moment dat ik naar mijn 4 gram hengel ga, dan ga ik naar 1800ste toe. En ik gebruik nu even een lijn. Nou, even kijken wat die is. 3500ste met een kleurdingetje erin, zodat je wat eigenlijk kan zien wat ik aan het doen ben. En als je dat, ik zal kijken of ik zodat ik nog even die andere kan maken, maar dan zal ik even een hele andere ondergrond moeten maken, want dat is zo licht, dat kan je niet eens meer zien. Of ik moet even een stukje gevlochten lijn maken, pakken. Maar in principe gebruik ik daar Fluorocarbon voor. Dankjewel.